Yo, geweldige kijkers, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe bucket tutorial. Want wij gaan vandaag in de Hack System werken. Sorry voor dat eng geluidje, maar goed, dat moest. We gaan vandaag in de hacks kijken. Gewoon hoe wij kunnen players kunnen bannen van hacks. Gewoon als we een player hackt, dan kunnen wij hem lekker gaan bannen. Helemaal kapot maken, helemaal account van. Ik ging een beetje te ver. We gaan vandaag lekker. Oh, dat had ik al gezegd. Weet je, we gaan gewoon meteen beginnen. Deze vraag is trouwens ingestuurd door. Door Henk de Kip Gaming. Excuus. En hij zegt: kun je een video maken over beveiligen? Dat je bijvoorbeeld een melding krijgt als iemand hackt. Ik weet niet of je dat al hebt gedaan. Dan ga ik nog even nakijken. Maar als je het nog niet hebt, zou je dat willen doen. Dank u. Nou, Kip Gaming. Ik weet niet of je het al hebt nagekeken. Maar hier is het dan. Enjoy. Voordat wij niet gaan beginnen, gaan wij alvast beginnen. Ja, snap je het? Ik snap het niet meer. Oké, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon een event handler maken. Oké, ik zal even normaal praten. We maken een event handler. En dan public void on, fly hacking, weet ik het. En dan doen wij. Player. Move event E. Kut. Zo, oké. Play move event E en dan import je alles. En dan doet hij het. Geen rode streepjes meer. En dan doen we gewoon even wat simpele dingetjes. Player P is E.get player. Zo, player, sorry. Ik zit echt in mijn hoofd ergens anders. Location. From. Kijk, waarom ik dit trouwens doe. Kijk, player. Ik weet niet of je dat hoorde, maar ik hoor het wel. Player, zeg maar, player move event. Dat kunnen doen. We kunnen wel player fly event doen, maar dat is zo kut. Want. En dat is zo, dat kan niet. Ik snap dat je dat als eerste denkt. Maar je moet logisch nadenken. Want, kijk, player fly. Als iemand aan het vliegen is, dan heeft hij create a fly of fly gekregen. Dat is dan officieel van de server. En dat. Kijk, dan activeert dat iets in de bucket. Zodat je niet aan het hacken bent. Zodat dat legit gaat. Maar zeg maar, als er niks is geactiveerd. En toch vliegt de player. Dan is het hacken. Trouwens, mod werkt net iets anders. Dan activeert het in een mod. En wordt het overgereden in bucket. Maar zeg maar, als een player hacks heeft gebruikt. En hij beweegt zomaar in de lucht. Dan hackt hij. Maar goed, hier moet je trouwens mee oppassen, want dit zijn een beetje de basics. Trouwens, als je één ding, als je van de berg af springt naar beneden, dan zou het, ja, zou het, ik weet dan zou het kunnen bukken. Maar zoals ik al zei, dit is een basic. Als je kijkt naar de grote plugins, zoals, ik zeg maar wat, Notch Plus, die is zo uitgebreid, als je die wilt namaken, dan moet je wel minstens 10 jaar ervaring. Zelfs dat kan ik nog niet hoor. Ik snap ook niet precies hoe die plugin werkt. Ik heb wel die plugin gezien, maar ik snap het ook nog steeds niet. Maar dit zijn trouwens de basic die ik wel snap. En die ik aan jullie wil delen. Ik bedoel, dit werkt ook. En waarom zou je heel uitgebreid doen? Dan download je die plugin gewoon toch. Maar dit is hoe je. Dit is hoe je het gewoon, ja. Zeg ik het voor de tweede keer. Hoe je de basics maakt. In qua hacking en hoe je jezelf kan bannen en bla bla noem maar op. Location hier. Wat ik nu allemaal doe, maar ik leg het zo allemaal uit. Shit. Oh, is to is i dat get. I dat get to. Zo, en dan distance en dan. Zo, en nu heb ik al die dingen aangemaakt. En nu gaan we de checks doen. Dus if. Even kijken, wij hebben hem genaamd. Weet je, ik doe een double. Double dat compare. Wat ik nu doe, is compare, dat is zeg maar, hij checkt waar de player is. Dus waar de player is, dus distance. Kijk, en distance hebben we hier genoemd. Distance is from dat distance dat to. Dus eigenlijk zeg maar, ik kan ze niet goed uitleggen. Ik snap het ook allemaal niet, want het is allemaal Engelse bullshit. Maar goed, zie het zo. Hij checkt nu, zeg maar, als de player ergens is waar hij niet hoort, dan is het zo. En
als de player zeg maar niet op de grond staat. Dus stel de player hangt in de lucht, dan is hij aan het hacken, want je kan niet zomaar vliegen terwijl je dat niet hebt. Dat kan niet. Nou, en dan doe je bla bla distance. En dan doe je vul hierin, niet 48, want dat gaat niet werken. Dan doe je punt 48. En dat geeft ook rode streepjes, want wij zijn nog niet klaar. En dan doe je hier een mooi tekentje van 0. Zo. En zo zie jij, oh shit, dan moet ik wel een goed tekentje plaatsen. Zo kun je zeg maar dingen checken wat je kunt doen. Of je kunt laten zien wat je kan doen. Trouwens, oké, we moeten nog één check doen. Dat is zeg maar zodat we kunnen cancelen dat de player, zeg maar als de player valt naar beneden, dat die dan niet wordt geactiveerd. Alleen als de player gaat vliegen. Dus niet als je vallen dat die dan beweegt en niet stilstaat, maar gewoon, ja, vallen. Je weet wel wat vallen is. Dan doe je gewoon if toe.get i. Als, ja, dat get i. Nou ja, en dan doe je dit en dan from dat get i en dan is lager dan 0d. Snap jullie het nog? Ik snap het niet meer. Nou, wat ik hier heb gedaan is zeg maar if toe, dus kijk, toe is zeg maar de location waar je naartoe gaat, toe, de location toe. En from is de location waar je vandaan komt. Dus als de location waar je naartoe gaat i, is het ongeveer hetzelfde als de location van i is. Als dat zeg maar, als dat lager dan 0 is, want 0 is zeg maar als je valt, dan wordt die steeds negatiever. En als je vliegt wordt die steeds positiever. Dit is allemaal Minecraft en Java logics, bug logics. Je moet het gewoon een beetje snappen. Dus zeg maar, toe is zeg maar waar je vandaan komt en from is waar je naartoe gaat. Nee, andersom. Toe is waar je naartoe gaat, from is waar je vandaan komt. Dus zo moet je het eigenlijk wel zien. En zo moet je het een beetje gaan spelen ermee eigenlijk. Nou ja, nu, wat wij nu kunnen doen, zijn eigenlijk al, als het goed is, klaar. Is send message. Nou ja, chat color, oh, color dat red. En dan zeggen wij, stop, you are hacking right now. Admin is tippet right now. Ik weet niet of het goed Engels is. Tippet. Ja, snap wat ik bedoel. Dus, nou ja, en zo kun je een message sturen wanneer je een hack is. Dit is trouwens alleen de fly hack. Nou ja, je kunt heel veel hacken en dingen controleren. En nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld, is fly hacking. Er zijn zoveel hacks die we nog kunnen doen. Maar kijk bijvoorbeeld naar, je hebt één bot hacks, je hebt spam hacks. Je hebt zoveel hacks die je kunt cancelen. Want je kunt het nu ook cancelen als ze bijvoorbeeld p.kick of zo doen. Of p.cancel, dat ze niet meer kunnen bewegen of zoiets. Zoiets in die richting. Maar als je, zoals ik al zei, als je kijkt naar Notepad Plus, die is zo uitgebreid. Die heeft zoveel functies. Als je dat wil namaken, dat is best lastig. Zoals ik dat snap, dat nog niet echt. Maar ik heb dit speciaal voor jullie gedaan, zodat jullie een beetje weten hoe je flyhacking kunt checken. Je kunt het ook beveiligen, dus dat mensen niet meer kunnen vliegen. Dus wat wij dan gaan doen, is gewoon de player weer terug teleporteren. Dat is heel simpel. Je doet gewoon in de location van de player, dus eigenlijk gewoon p.getLocation.zi. En dan doen wij de, nou ja, stel de player is aan het vliegen. Ik weet niet hoe hoog hij aan het vliegen is dan. Maar je kunt wel zeg maar location, oh, ik bedoel p.getLocation. Dus zet i dat, kijk, location dat, p.getLocation dat get i. Nou, en dan kunnen we zeg maar min, zodat de player steeds als hij aan het hacken is, dat hij één blok naar beneden wordt geteleporteerd. We kunnen ook precies, ja, zodat hij één blok naar beneden wordt geteleporteerd.
Je moet dan gewoon een beetje hiermee spelen hoe hoog en hoe laag hij naar beneden gaat. Of dat hij op de grond staat. Meteen, dat kan ook. Maar ja, er zijn, zoals ik al zei, op Bucket vind je er alles op. En ja, dit is wel even een klein tutorial hoe je kan laten zien hoe je een player kan laten hacken. Of kan laten zien dat hij hackt en hoe je het kan laten stoppen. Je kan ook natuurlijk gaan kicken naar zoveel, bijvoorbeeld dat hij... Als hij 4 punten heeft, dan wordt hij gekickt. Of en als hij bij 3 punten is, dan krijgt hij message van je wordt bijna gekickt, bla bla. Zoiets, maar dan moet je allemaal packen. Dan moet je allemaal arraylist gaan maken en hashmaps. Dat is weer ietsje uitgebreider. Maar dan kan ik nog ook allemaal laten zien hoe je dat zeg maar een optelsysteem maakt of zoiets. Maar het is nu alleen puur op hacking uitgebreid. Dus ik wil nog één ding zeggen. Als jullie iets hebben wat ik moet laten zien zoals dit. En wat ik moet gaan laten zien wat je misschien van andere mensen hebt. Of iets wat je niet snapt. Laat gewoon een reactie achter. Ik beantwoord alles en doe alles. En ik heb allemaal lijstjes waarop ik allemaal doe dus. En geloof me, dat kan ook opraken. Maar goed. Ik hoop dat jullie deze video hebben genoten. En vooral iets van hebben geleerd en opgestoken. Vergeet niet alvast het blauwe duimpje omhoog. En te abonneren. En ik zie jullie in de volgende tutorial.